Hallo Back Legion en welkom bij een nieuwe part van Family Guy Back to the Multiverse. We gaan een hamburger, nee was het een cheeseburger burgemeester? Cheeseburger burgemeester, een cheeseburgemeester vermoorden. Oh my god, yeah, oh my god, JFK, meen je niet. Security guards of your presence. And here's some bologna sandwiches. You never know when you're gonna get a hankering for circular meat. Thanks. Okay, we're gonna go do that thing now. Godspeed, gentlemen. Oh, also the movie Speed, just in case. Yeah. It was really nice of him to make us sandwiches, but I'm not gonna eat mine. Nope. Wat we hier dus gaan doen voor de duidelijkheid, is aangezien de bookstore is en shit. We gaan JFK naspelen, blijkbaar. JFK, ik neem aan dat iedereen weet wie dat is. Volgens mij krijg je dat nog wel bij geschiedenisles. Dat is John F. Kennedy. Oké, hang on. En, die is vermoord door Lee Oswald, tenminste. En dat is toch weer onduidelijk. En zelf ik ons conspiracy shit van. En we're in a parking lot. We need to pee van nog. Van alles en nog wat. Maar het belangrijkste, oeh, dat moeten we meenemen. Een VHS-tape. Een videoband. Maar dat op zich gaat aan de ene kant een beetje ver, aan de andere kant. Ja, het boeit mij niks, maar aan de ene kant een beetje ver, aan de andere kant is het toen wel leuk ook. Ik ben wel benieuwd hoe ze het in elkaar flansen namelijk. Hey, I haven't been this high since the 80s. Ha, 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 Brian. Heel grappig hoor, ha, ha, ja. I'm gonna go ahead and put little labels on them guards. That way y'all can keep track of them and be sure to steer clear of them. Dat is wel een goeie, hè? Oh, kut. Dat was echt kut, ik had dat heel mooi stealth kunnen doen. God damn it. Dat was wel spijtig. Dat hadden we echt mooi stealth kunnen doen. This is great. Maar die Sonic Pistol is wel vet. My god, dat zou mijn stealth kunnen doen. Stealth, duif. Allemaal die duif zijn schuld. Wel Brian, spring. Dank u. Hebben we nou gelijk hier weer achteraan of is het sneak sneaky? Oké. Okay. We're about 10 minutes and counting here. Copy that, Fox Poo. I told you, I don't like that name. Fox Poo. Don't let them see us. We've got to just disappear, like Brett Butler did. Hoe gaan ons zij ons niet zien, trouwens? Eagle One, the mayor is on his way. Copy that. Eagle One, are you in an arcade? Nope. Okay, ze staan bij elkaar. Oh, for fuck's sake. God damn it. Dat is echt kut. Waarom gaat die dude niet dood? Gaat dood. Hey, jij ook jongen met je shotgun. Hier, stik me je reet. Ik ben heel veel aan het reloaden, zoals je al mij. Ja, dat snap ik. Ik doe mijn best. Ja, dat is nog een betere vraag. Ja, wie de fuck vote voor een cheeseburger? Ik weet het niet. Mensen die niet goed in hoofd zijn, blijkbaar. Mohaha! Sneaky tape. Dat is wel een hele sneaky tape, trouwens. Hoe de fuck... Kalita! Of hoe zou ik hem heten? Dat weet ik echt niet meer. Doe it! Hoe de fuck kom ik naar die kant? Hoe de fuck gaan we naar die kant gaan, dingetje? Ik heb geen idee, ik heb waarschijnlijk de memo gemist.
Okay, ik ga gewoon springen, want dat werkt niet. Yay! You have died! Uitroepteken. I've got a lot more drinking to do. Aw. The fuck wil die game van mij nu dan? Ik wilde ook een grenade gaan gooien, maar ik denk niet dat het werkt. Die satelliet ook niet. En volgens mij is de game bug. Of ik mis gewoon een hele belangrijke memo, maar... Ja, dat snap ik. Dat we dat moeten vinden. Oh, kut. Misschien moeten we de kist kapot schieten. Kan dat überhaupt? Ik weet niet of we die kist kapot kunnen schieten. Of we moeten op Kalita schieten, dat kan ook. Misschien helpt dat. Hey, ja, yeah, cleaning lady. Rosa liet thuis, dat is volgens mij. Nope. Daar kunnen we niet op schieten. Hallo, mevrouw. Nope, zij gaan niet dood. Dat gebeurt, doet ook niet wat. Misschien moeten we met Stewie. Nee. Wauw. Oké. Fijn game. Baby doggy, afuera. Afuera. Uh-oh. Someone hit me. Staff. Rocket launcher power, bitch. Dat werkt wel mooi trouwens. Door rocket jumpen. Je moet veel schoonmaken straks, Rosalita. Maar dan ook echt heel veel. Ik kan er ook niks aan doen, het is niet mijn schuld. Ik heb het niet bedacht. Oké, is iedereen dood? Mooi. Is iedereen nu dood? Yay, VS tape. Got it. And you were worried. Oké, nou dit ding. Dat is nog niet zo moeilijk. We hebben een lift en een kraan ding, bedoel ik. Er is hier van alles. Looks like we might need something to get this here crane working. Look around and see what you can dig up. Aardig wat, denk ik. Dat is de vraag alleen of we dat wel willen. Waarom staat aan camp? Waarom staat ze daar nou schoon te maken? What the fuck? Waarom staat ze daar schoon te maken? Mens. Wat is zij raar. We hebben net genoeg cash voor deze. Yay. Okay, we did it all. Nou kunnen we naar de wapens gaan. Woehoe. Wapens zijn het volgende. Waar we ons mee bezig gaan houden. Maar ik zie nog geen VHS tape hier. Dat is een beetje spijtig. Hier kunnen we volgens mij niet nemen. We moeten inderdaad een gear fixen. Oké. If you need me, I'll be at the bar. En dat fixt dat probleem. Hey, Bri, I bet cheeseburger mayos are pretty rare. Ha, ha, ha. Hey, Stewie, well done. This has been cheeseburger humor. No walking here? Nee, inderdaad. Maar waarom loop je er dan? Oh god, snipers. Run! Angry snipers. Dogs and babies are strictly prohibited here. Fuck jou, jongen. Hier, eet mijn rocket launcher, bitch. Guys! I want some more. You just a little garbage. Let's hold the onions. I repeat, hold the onions. Oké, ik denk dat iedereen hier ook wel weer matig te pas is. Dus dat is goed. Geen stiekem VHS tape hier. Dat is dan weer jammer. We zijn er bijna. Oh fucking hell. Oké, dat zijn er ook weer een paar. Het gaat makkelijk af en toe joh. Al die lui killen. Die gear die hangt ook zo mooi ergens op een werkbank. Geweldig. This is great.
Hierachter ligt sowieso iets. Ja. Oké, we got the gear. Nou moeten we hammeren, teruglopen. Nou ja, niet helemaal trouwens, ik kan hier gewoon naar beneden springen. Dood! Dank u. Stef. Yep. Nou, weer switcht hij, hè? What the fuck is er af en toe mis met dat ding? Hij wil af en toe echt gewoon niet dat ding aanklikken. Ik snap niet wat dat probleem van is. Oh, we kunnen, we kunnen van de Reagan zo'n tweede ding kopen. Dat snap ik. Eigenwijze game! The fuck? Wauw, eindelijk. Af en toe is dat zo langzaam rijden. Het is echt irritant. Oh, dood. Dank u. Oké, replace the... Repairing the crane zelfs. Wat goed, dat lijkt dan goed. Oké, activeren hem. Nou moeten we met Manuelita dingetje mee, denk ik. Gok ik. En dat doen we via daar weer natuurlijk. Ik loop helemaal de kast verkeerde kant op. Maar we kunnen wel een wapen kopen. Dan gaan we even die andere Reagan kopen. Want dit hebben we nou allemaal gehad, toch? Ja. Suits kunnen we dus ook kopen. Als we bepaalde dingen lokken. Weapons. Even kijken. Stun gun of de andere Reagan. Heeft Stewie nou ook de andere Reagan vast? Yep. Oeh, pretty sparkly. Holy crap. Dat is wel een ziek wapen. Die is officieel goedgekeurd. Damn. Maar je kunt er ook wel gewoon mee schieten, dan is het echt meer een Reagan ook. Wow, what the fuck? Die shit vliegt gewoon naar die laar toe ook. Dat is helemaal ziek. Dat is echt helemaal perfect, joh. Dat er gewoon naartoe vliegt. Fucking epische Reagan. Alright, jump, Stewie. Gaan we dan? Oh god, ik zie al een opblaaspop. Daar vast in de kamer van Major Cheeseburger. Oh, dat ding kan ik kapot. Dat is spijtig. Oh, daar zie ik geen videoband. Dat is nog jammerder. Maar we gaan eens even kijken. Oh god. Nou, dankjewel, hè. Oké, dan switchen we even naar Brian toe en hij heeft de Silas pistol. Oh, for fuck's sake. There's something very familiar about this whole situation. Ja, een klein beetje wel. Ja, dan we even switchen naar Stewie. Wauw, dat was echt best wel waardeloos trouwens. Dat gecharged. Dood! Raygun, doe je best. Damn, ik kom veel aan. Holy fucking crap. Dood. En nog meer boze mensen. Oké, dit is beter. Rapid fire ray gun. Oh. Dat was ook nog maar net. Dat was lucky. Dat was behoorlijk lucky. Even kijken. Even kijken of we weer... Want dingen kunnen... Wauw, we kunnen er gelijk eentje pakken. Dat is nieuw. Oké, dan gaan we even naar Brian toe. Zou hier ergens een videoband zijn?
Ben benieuwd. Normaal zouden er hier toch genoeg moeten zijn. Ga ik vanuit. Tenminste, ik ga er echt hard vanuit dat er hier een videoband is ergens. Maar blijkbaar niet. Dat is best wel wat. Hey, Quagmire. Baby want anal? Oh my god, Quagmire. Creepy dude dat ook is eigenlijk. Ga ik even de money mee pakken wat erachter ligt. Oké, daar gaan we dan. Naar beneden. Huh? Ze staat wel weer, what the fuck? Zij zit niet goed in. Oh, ik ook niet. Zij zit niet goed in haar hoofd, jongen. Die schoonmaakster. Rosalita was het, dacht ik. Really experience a range of emotions when you get resurrected. Doggy and security, not supposed to be. Perfect Engels ook. Echt perfect Engels. Eigenlijk zou ik je neer moeten schieten, maar dat kan niet om onbekende reden. Sad face. Toch spijtig dat het niet kan. Hé, hey, kijk, een duifje. Het mooiste geluid. Het geluid van een duif die doodgaat. Ik vraag me alleen af waarom ik die pistool gebruik. Zou ik ook gewoon... Wat dit helemaal, die sniper kan gebruiken. Dank u. En die shotgun, want we zijn toch ook compromised. Oké, dank u. Iedereen dood. Waar de fuck is die helikopter? Oh, wel een helikopter, maar ik zie er geen. Ah, daar is de helikopter. Wat de fuck hangt daaronder? Oh, is een turret. Oh god. Oké, okay, Stewie. Oké, even reloaden, Stewie. Dat is goed. Dat snap ik dat dat moet. Ondertussen ren ik wel even door. Daar zijn de toilet dingen. Oké, okay. Hey, VST. Dood? Helikopter. Oh. Aha, mij ook. Dood. Dank u. Oké, dat hebben we ook gehad. Dat is gefixt. Cheese? Yes, please. Oh, oh. Dat ging beter dan ik had gedacht. Ik dacht dat we dood gingen. Even kijken, laten we de rocket launch maar van. Aha. Now you need to disable the alarm for that skylight so you can get in without causing a stir. Oké. Okay. Oh, we kunnen hier niet overheen. Ben te klein. Wat de fuck? Ah, dat is de Dev te chillen. Hallo Dev. All this security? No one's gonna die today. Can't happen. Blijkbaar wel. Ah, deze skylight. Op die manier skylight. Kijk, we even de portal in. Weapons. De stun gun. Ja, graag. Dank u. Hier kunnen we niks kopen. Items kunnen we wel kopen natuurlijk, maar dat is een beetje zonde. Kostuums hebben we ook niet wat aan. Oké, klaar. Finally, a day off. Gotta get a good base tan going. Aha, zeker. Oké, hacking zelfs. Wow, wow. Ja, dat is al één deel. Nou, het andere deel nog. Oh, dat vinden bepaalde mensen niet leuk, zo te zien en horen. De stun gun. Zo! Holy crap! Oké,
Damn, dat is een zieke gun. Ze doen allemaal een electric boogie. Goed bezig. Kom maar dood. Oh. Maar hey Dev, ik dacht dat niemand dood ging. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn, maar dat is volgens mij toch wel een beetje in de categorie doodgaan. Lijkt mij. Ah, en dan moeten we er nog vier hier op. Maar laten we nog gewoon een keer proberen. Well, if you want to be a hero... De stun gun sowieso. Ik wil even proberen of ik nou... Ja, mooi. Want hier ligt namelijk nog een medkit. Ja, verder is hier niks. Geen videoband of wat nog. Tenminste, niet wat ik zie. Dus gaan we deze ook even hacken. En dan kunnen we door de skylight. Nou, rest mij alleen de vraag, waarom zou ik niet gewoon direct door de skylight heen gaan? Links of rechts, links of rechts, links of rechts. Rechts het is. Oh. Move die jongen net. Sucks. Er is niks in de hand, Brian. Niemand raakt ons haast. Nou ja, op zich een reden waarom je niet gelijk de skylight inrent is omdat je nu nog aardig wat money erbij krijgt. Dat is altijd wat chill natuurlijk. En geld is natuurlijk altijd chill. Oké, volgens mij is iedereen al wat dood. Kijk. Ja. Oké, dan gaan we door deze skylight heen in de volgende part. Ik hoop dat je het nog heel erg leuk vindt. Als je het leuk vindt, geef een dikke thumbs up. Deel het met je vrienden en zet hem in je favorieten. Zie ik je weer in de volgende video. Laters.